Die reverse is Nanu, die hadden we net normaal. Oh! Oh ja! Ja! What up YouTube, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rick en vandaag gaan we weer Pokémon kaarten uitpakken. Ik heb een hele toffe boosterbox opgestuurd gekregen uit de serie Team Up. En vandaag gaan we de tweede helft van die boosterbox uitpakken. Wil je maar meer Pokémon kaarten uitzien pakken? Volg me dan ook even op Instagram en doe even dit blauwe duimpje omhoog voor deze video. En dan gaan we snel beginnen. Let's go! In de vorige video waarin we Pokémon kaarten uitpakten, begonnen we gelijk met een Rainbow Rare. Dat was insane! Heb je die video nog niet gezien? Ga het zeker even checken. En dan heb ik hier weer een codekaart voor jullie. Als je de Pokémon Trading Card Game online speelt, dan kan je die kaart invoeren en dan krijg je een pakje. Maar de codes kunnen maar één keer gebruikt worden. Let's go, we gaan beginnen met een Energy. Dan hebben we hier Jasmine en gaan we door met George Whistle. Een Cosmoam, die begonnen we vorige keer ook mee met een Cosmoam. Puchena, Nidoran, een Pancham. Een Voltorb, een Klefki, een Dratini Reverse Holo en als laatste hebben we een Bisharp. Oké, het begin is niet zo goed als de vorige keer, maar dat kan ook bijna niet. Ik heb nog nooit meegemaakt dat ik met een Rainbow Rare begon met een boosterbox. Dus dat gaat niet nog snel een keer gebeuren, denk ik. Het volgende pakje, hier weer een codekaart voor jullie. Dan gaan we kijken wat er in het tweede pakje van vandaag zit. We beginnen met een Duo Blade. Die heb ik nog niet, dus dat is nice. Deze heb ik ook nog niet. Dangerous Drill. Alone een Graveler hebben we wel. Een Staryu, een Honedge, een Weedle. Deze kaart is zo schattig. Een Dratini, een Alolan Grimer. De reverse is dan ook een Dangerous Drill. En als laatste hebben we een... vet! Zapdos. En dat is een holo rare kaart. Super mooi. Ja, deze vind ik nice. Sowieso, de holo rare kaarten in deze serie zijn wel heel vet hoor. Hey. Awesome! Vet! Goed begin. Pakje nummer 3 begint met een Judge Whistle. Nanu. Een Hitmonlee. Een Blitzel. Een Squirtle. En die Squirtle kaarten vind ik ook altijd leuk hoor. Tentacool. Paris. Ponyard. Een Pancham Reverse. En als laatste een Pinsir. En die Pinsir hebben we ook nog niet gepoet. Dus dat is een nieuwe kaart. Helemaal prima. Dan heb ik hier weer een codekaart voor jullie. Doe ik er weer 4 naar voren. Gaan we snel kijken naar dit pakje. Grass Energy. Buff Padding. Spirit Harm. Heliolis. Alolan Geodude. Meowth. Grimer, een Pidgey, een Bronzor. Die reverse is Nanu, die hadden we net normaal. Oh, oh ja! Ja! Deze is super dope! Pikachu en Zekrom GX. Dat is dus het toffe aan deze serie. Dat je tag team kaarten hebt. Waardoor er dus twee Pokémon op één kaart staan. En die dus een team maken. En dat doen Pikachu en Zekrom. What? Deze is vet. Kijk hem staan, ook die Pikachu. Echt als een baas, jongen. Echt met zijn armen zo over elkaar. What? Deze is super dope. Als er een tag team kaart is die je wil, is dit het misschien wel. Pikachu en Zekrom. Oh. Die gaan we heel snel in een mooi hoesje doen. What? Deze kaart wil je, jongen. Wat een goede boosterbox is dit. Super awesome. Wauw, wat een begin weer. Oké, het volgende pakje. Begin met een Fighting Energy en een Pupitar. Een Kakuna is de volgende. Dan hebben we Nidorino. We hebben Litten. We hebben Emolga. Een Mareep. Een Vulpix. Een Joltik. Een Reverse Aerodactyl. Nice. En Azula. Oh, Mimikyu. Deze hebben we ook nog niet. Best een freaky Pokémon, hè, die Mimikyu. Ik vind Mimikyu wel tof en het is gewoon een Fairy-type, dus misschien is die wel hartstikke lief. En dan bedoel ik natuurlijk de kaart. Die is een Fairy-type. Hier weer een codekaart voor jullie. Let's go. We hebben een Return Label, een Nidorina, een Kakuna, een Vullaby, een Weedle, een Helioptile, een Execute, Ferroseed, Almanite Reverse en als laatste hebben we een Parasect. Een Parasect is een van de Pokémon. Die gebruik ik echt nooit. Soms doe ik wel eens een playthrough met Pokémon die ik normaal niet in mijn team zou doen. En Parasect is daar één van, maar het is ook nog nooit in me opgekomen om in zo'n playthrough in mijn team te doen. Laten we doorgaan met het volgende pakje. Dan hebben we hier een Farfetch, een Tentacruel, Evelyn, een Pancham, een Voltorb, een Klefki, een Charmander, Mankey, de reverse is een Tyranitar. Nice, nice. En we hebben weer een mooie kaart. We hebben weer een mooie kaart, jongens. De laatste is een Cobalion. What? Cobalion? Volgens mij heb ik werkelijk nog geen enkele Cobalion kaart. Wat is Cobalion? Is het Cobalion of Cobalion? Cobalion klinkt mij logischer in de oren. Tof man. Dit is volgens mij echt oprecht mijn eerste Cobalion kaart die ik heb. Awesome. Nice. Hier zijn we blij mee. Nice.
En dat is alweer de tweede hele goede kaart, hè? We gaan zo lekker, man. Deze serie is goed voor ons. Oké, het volgende pakje begint met Golduck. Een Duoblade, een Tentacruel, een Cosmog, Magikarp, Zorua, Larvitar, Psyduck, Reverse Alolan Graveler en als laatste een Pangoro. En ik weet niet hoe sterk zijn vuistslag is hier, maar man, wat gaat die doen? Deze heb ik ook nog niet helemaal goed. Hier heb ik weer één codekaart voor jullie. Volgende pakje. Let's go. Een Charmeleon, Unidentified Fossil, Grimer, Pidgey, Bronzor, een Poochyena, Nidoran, Psyduck Reverse en als laatste een Alolan Golem. Ik moet wel zeggen, de rares die we poelen, volgens mij hebben we nog geen één dubbele gehad. Dus dat is echt tof. Het volgende pakje. Weer een codekaart. En een Unidentified Fossil, een Rapidash, een Evelyn, Paris, Ponyard, Staryu, Honedge, Weedle. Oh, nice Black Market Prism. Dat is wel even een verrassing, jongens. Dit is wel even nice. En als laatste hebben we een Ferrothorn. Die hebben we ook nog niet. Dat gaat echt lekker, man. Ja, deze mag ook gelijk eventjes in een hoesje. Hoppa. Black Market. En dan gaan we kijken wat we uit dit pakje poelen. We beginnen met Deina, een Spiritomb, Viridian Forest. Heb ik ook nog niet gezien. Klefki, Pidgey, Emolga, leuke kaart, Magikarp, een Execute, een Reverse Nidorina en als laatste een Galvantula. Galvantula heb ik niet zo heel veel mee, moet ik eerlijk zeggen. Laat ik er weer vier naar voren doen en hopen dat er in dit pakje wat moois zit. We hebben hier Dangerous Drill, een Hitmonchan, een Dragonair. De volgende is een Vulpix, een Joltik, een Blitzel, een Squirtle, een Tentacool. De Reverse is Erika's Hospitality. Die kaart heb ik ook nog niet gezien en ik vind Erika super leuk. En als laatste hebben we dan, Alolan Ninetales. En dat is een holo rare. Check al die starten van Ninetales. What? What? Weer een rare kaart die we nog niet hebben. Alsjeblieft, nogmaals een codekaartje voor jullie. Vier naar voren. We starten met een Omanyte met hele grote ogen. Een Water Memory, die hebben we nog niet. Top Golduck, Ponyta, Cosmog, Voltorb, Squirtle. Yay, leuk Squirtle kaart. Bronzor, Dratini, Reverse. En als laatste, kijk deze Alolan Executor. Je ziet werkelijk alleen zijn hoofd. Die Pokémon is zo groot, zo hoog. Kijk zijn kleine lichaampje hier zo. Super grappig. Dit is wel een van de tofste nieuwe Pokémon. Of ja, nieuwe Pokémon. In ieder geval een van de tofste Alola Pokémon. Volgende pakje begint met Persian. Dan hebben we Lavender Town. Een Nidorino. Een Charmander. Mankey. Litten die wouden vandoor. Hey, Emolga wou er ook vandoor. We hebben een Mareep. Een Deina Reverse. En als laatste Kabutops. En dat is een non-holo rare. We hebben nog vier pakjes te gaan. En het zou wel lekker zijn als we daar nog even één goede pool doen om even af te sluiten, hè? We beginnen in ieder geval met een Fighting Energy. Dan hebben we hier Brock's Grit. Dan gaan we naar een Pupitar. Een Electrocharger. Squirtle is de volgende. Bronzor. Klefki. Pidgey. Een Emolga opnieuw. De Reverse is een Alolan Ninetales. Die hadden we net in normale versie. We hebben hier een gouden kaart, jongen. Een gouden. En dit is een Dangerous Drill. Oh, yes. Ja. Yeah. Ik weet nog niet eens zo goed wat het doet, maar man, deze poelen we ook gewoon even. Deze box, jongen. Deze booster box. Knalt er ook nog even gewoon een Dangerous Drill in voor ons. Hoppa. Deze booster box is sick. Dit was een hele goeie. En omdat dit zo'n goeie was, heb ik hier weer een codekaart voor jullie. Ik doe er weer vier naar voren. En dan gaan we door met het volgende pakje. We hebben een Grass Memory. Een Persian opnieuw. Farfetch. Een Vulpix. Ponyard. Alolan Geodude. Mankey. Pancham. Paris. En als laatste hebben we hier een... Oh, Mak. Wat een lelijkert is dit, zeg. Kijk zijn hoofd. Kijk zijn hoofd. Maar goed, ook die hebben we nog niet. Dus ik vind het helemaal prima. Nog twee pakjes te gaan, jongens. Nog twee pakjes te gaan. Het ene laatste pakje is dit. En we gaan kijken of hier ook nog wat moois in zit. We hebben hier Nanu. We hebben een Farfetch. Een Alolan Graveler. Een Dratini. Alolan Grimer. Ponyta. Cosmog. Voltorb. Een Return Label. En als laatste hebben we een Lapras. Woe, nice. Het is een non-holo rare. Maar toch, ik vind deze Lapras kaart wel mooi. Het lijkt wel op een soort van aanzichtkaart of zo. Als je naar Turkije gaat op vakantie en je ziet opeens een Lapras, en dan stuur je dit als kaartje terug naar je ouders of naar je oma. Of ja, goed verhaal. Lekker kort ook. En dan hebben we hier het laatste pakje. En in het laatste pakje zit wat moois, want dan kan je zien aan de achterkant. Als je een witte achterkant hebt, dan heb je een zeldzame kaart als laatste. Dan heb je zo'n groene achterkant, dan heb je pech. Dus hier zit sowieso een goede kaart in. En dan ben ik heel benieuwd welke kaart het is, jongens. We hebben in ieder geval een Rapidash. Electrocharger, daar hebben we er echt al 100 van. Een Hitmonchan, hier hebben we er ook al heel veel van. Helioptaal. Meowth.
Nidoran, Larvitar, Psyduck, Tentacool is de reverse. En als laatste, ja hoor, we hebben er nog één. Als laatste hebben we, Gengar en Mimikyu. Twee van mijn favoriete Ghost-type Pokémon, jongen. Deze vind ik zo vet. Scyther is mijn favoriete Kanto-Pokémon, maar ik denk dat Gengar mijn nummer 2 is. En Mimikyu is misschien wel een van mijn favoriete, misschien wel mijn favoriete Alola-Pokémon. Dit is een super, super dope team. Gengar en Mimikyu GX. En door dit soort kaarten is de Team Up serie zo tof. Daardoor ben ik deze serie gaan sparen. I like it, man. Kijk die Gengar en Mimikyu. What? Oh man, en dan was deze tweede helft van de boosterbox ook echt insane. We kregen Gengar en Mimikyu. We kregen een Dangerous Drill. Wat deze, ik weet niet wat deze waard is. Dit zijn vaak kaarten die best wel veel waard zijn. We hebben hier een Black Market. We kregen Cobalion GX. En we hebben natuurlijk Pikachu en Zekrom GX Full Art. En het zou op zich wel chill zijn als die ook gewoon even scherp blijft stellen. Kijk dan. Deze is ook echt heel vet. Deze twee kaarten zijn insane. Zo tof. Jongens, ik hoop dat jullie dit net als ik super, super dope vonden. Doe even een blauw duimpje omhoog voor Pokémon kaarten op deze video. Abonneer op mijn kanaal als je meer Pokémon en Nintendo video's wil zien. En wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickachu. Zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!